Yo mensen, Raps hier, en vandaag ben ik terug met een nieuwe video van... Ja, ik heb hier eigenlijk al wel een soort van video over gemaakt. Of video's, ik weet niet precies hoe ik het... Dat maakt niet uit. In ieder geval, aankomende dinsdag heeft Rockstar aangekondigd dat ze een nieuwe update gaan lanceren. En dat is namelijk de Doomsday Heist update. Ja, ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. Maar ja, ik ga dus in deze video, ik heb hier de trailer staan. En ik ga dus hier even kijken... Wat we, ik ga een beetje aan jullie vertellen wat, nou ja, ik zeg maar, ga verwachten van deze update. Het is wel een vrij grote update, want ik heb de trailer al verschillende keren bekeken. En ik zag daar nieuwe vehicles in en ook nieuwe, zeg maar, ruimtes. Dus het kan weer zijn dat ik weer aan de shortcuts ga moeten, maar dat gaat sowieso gebeuren. Dus wees daarvoor niet bang voor, maar ja, wat, als ik die shortcut koop, wat ga ik daar dan voor kopen? En ja, wat verwachten we van deze update? En ja, dat ga ik jullie door middel van de trailer een beetje laten zien. Niet dat het echt zo is wat ik in deze video allemaal ga zeggen. Maar dat is gewoon wat ik denk dat deze update ons gaat brengen. Dus laat maar eens heel even... Kijken, als ik zeg maar de trailer afspeel, dan heb ik ook mijn webcam uit, dat jullie dat heel even weten. Maar goed, jongens, laten we maar eens gaan bekijken. The data is clear in... Oké, moment. Een stukje terug, oké, there we go. En dan even mijn facecam weer, wat we hier zien... je ziet hier, dit mannetje, die komt hier binnen in een soort van ruimte, waar een heleboel gepland wordt, lijkt het wel. Dus ik denk dat dit dus zo'n gebouw is, dat we nog moeten kopen. Ja, ik denk dat. Dus dan hebben we nieuwe gebouwen of ruimtes, die we, in zomaar kunnen kopen. Dus, ja. Ja, dat is eigenlijk wat ik tot nog toe denk. Een ruimte, zeg maar. Oké, let's go. Oh, en trouwens, op het begin. Het is gemaakt door Rockstar. Ja. Oké. Maar goed, maakt niet uit jongens, we gaan verder. The data is clear, it's right now. Avon is worried that someone's trying to start a war. I'm not worried about it. I'm certain of it. It has to be the Russians or the North Koreans. Oké. Okay. Hier zien we dus al dingetjes zoals hier wordt een hier wordt een zeg maar heist een beetje gepland, lijkt het wel. Ja, dat eigenlijk een beetje. Ja. Dus ik denk, ja, wat we tot nog toe kunnen verwachten is en die nieuwe ruimtes en ik denk ik nieuwe missies. Maar dat is meestal wel bij dit soort updates. Dus ja, we gaan gewoon even verder kijken. Or the Chinese. Ja, kijk, dit is denk ik een van de nieuwe vehicles. Maar als we heel even terugspoelen, dan zien we... Waarom neemt hij mijn webcam niet op? Omdat hij hem niet ziet. Klaar. Oké. Hier zien we dus een aantal mannetjes die op missie zijn. Denk ik. En die ergens, wat moeten stelen. Of die ergens inbreken. Of dat is. En dat wil ik trouwens ook nog even op dit moment aanhaken. Dit is denk ik een van de nieuwe vehicles waarmee we bijvoorbeeld, omdat ze daarnet dat soort van inbreken lieten zien, waarmee ze zeg maar, kunnen inbreken of zo. Dat dit, ja. Of dat, ik denk dat dit ergens verdient, maar ik weet niet precies waarvoor, jongens. We gaan heel even verder kijken. Oké. Dit lijkt meer op een soort van... hoe moet je het noemen? Dit lijkt meer op een soort van... Dit lijkt meer op een soort van iets anders. Als ik hierachter zo kijk zo, dan lijkt dit me meer een vliegtuig. Dus net zoals bij de gunrunning update had je bunkers. En dan had je dan
de Mobile Operations Center. En ik denk dat we dan nu, zeg maar, zo'n ruimte kunnen kopen met, zeg maar, waar je zo'n vliegtuig in kan zetten, of dat je die in de hangar zet van nog de Smuggles Run update. Maar dat weet ik niet. Maar laten we verder gaan. Kijken. We need a ballistic missile! Oké. Dit is iets heel vets, jongens. Dit is heel gaaf. We zien hier een of andere truck staan. Met hier een heleboel raketten waarschijnlijk. We gaan even kijken wat hij doet, ja? Gaan we even naar kijken. Want you to have half a chance! Oké. Dus dit is dus dat. Ja. Als ze van de lucht worden aangevallen, zeg maar, dat ze dan dit hier kapot kunnen schieten. Ja, dus ja. Deze lijkt mij wel heel erg gaaf. Ja, dat lijkt mij gewoon gaaf. Oké. This cannot be traced back to me. Oké. Hier zien we nog een nieuwe auto. En dit is meer, zeg maar, zo'n auto die allemaal auto's weer uit de weg kan botsen, weet je wel. Zo bam, zo meer. Ja, althans, dat is wat we uit de trailer kunnen halen. En ja, dat zal die ook wel kunnen in-game, denk ik dan. For all I know, you're bugged all the high hell and you don't even know the bugs exist! Oké. Dus dan hebben we hier misschien ook nieuwe wapens. Een nieuwe outfits, een beetje. Even weer webcam. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed, jongens. Ja, ik denk dat het dus eigenlijk meer is nieuwe wapens, nieuwe missies. Ik denk, ja, zoiets. En we zitten al inmiddels weer al op de helft van de trailer. Dus heel veel meer als dit. Weet ik niet of het dat wordt, maar we gaan verder kijken. Oh, wow. Nieuwe auto's, jongens. Even kijken wat ze kunnen. Oké, dus dit zijn een soort van nieuwe auto's, lijkt het wel. Ja, dus dit zijn van die nieuwe auto's die een beetje, althans wat ik uit de trailer dan haal, is wat dat die, zeg maar, van die raketten kan ontwijken, dat ze dan zo opstijgen, dat ze dan ook kunnen vliegen. Oké, het is wel heel interessant dit, jongens. En dat in 1 minuut. In 1 minuut kun je dus echt heel veel informatie doorgeven aan iemand. Oké. Laten we even werken. The apocalypse. Wow. Hier nog een heel gaaf. Ik zie hier. Wow. Ik zie hier. Vehicles. 2 vehicles hier. En dan zie ik hier een of andere grote met forse banden truck. Met 1 super gave, nou ja, kanon op de achterkant. En die dus helikopters, die dus eigenlijk bedoeld is om, zeg maar, vliegtuigen en zo en helikopters en dat soort dingen, om die, zeg maar, uit de lucht te halen. Ik denk dat het is. We gaan weer even verder, jongens. The Doomsday. Oké. Dus wat we nu zien is eigenlijk een soort van, ja, wat we ook een stukje terug hiervoor, zo, hier al zagen, is een soort planning room, of nee, een room waarin ze kunnen kijken of het nog goed gaat of zo, of om het plan aan de mensen door te vertellen of zo. Ja, zoiets denk ik dat het is. Zoiets. Oké. Doomsday scenario. Wow. Oké. Iets hier terug. Hier dus een of andere. Waarschijnlijk is het ook een of andere helikopter of zo. Met zo'n een of andere. Ja, een of andere. Je weet wel, zo'n kanon zo. Bam! En die kan zo. Dus vanaf een redelijke hoogte, zo te zien. Dus targets. Killen eigenlijk. Oké, ik denk dat ook een nieuwe vehicle is, denk ik. Ik denk dat, jongens. Ik denk dat. Laten we even verder. Oké. Ietsie terug. Hier zien wij een
super gave helikopter. Die heb ik volgens mij, ik weet niet zeker of dat deze was, maar die heb ik ook al in verschillende video's gezien van mensen. Dus ja, dit is eigenlijk waar het op neerkomt. Nog een nieuwe helikopter eigenlijk. Met hier ook, ja, turns volgens mij. Ook aan de zijkant, alleen dat kan ik niet zo heel goed zien. Mushroom Cloud! Wow, 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 wow. Maar goed, we gaan heel even verder. Wow, 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 wow. Dit ging iets te vlug. Ten eerste even hier. We zien hier een of andere onderzeeboot, waar auto's... Een soort van... Dus dit zijn eigenlijk nieuwe auto's, jongens. Dus ik krijg ook nieuwe auto's in de game. En dat houdt dan eigenlijk in dat die auto's, die kunnen dan... Zeg maar, onderzeeërs attacken, zeg maar. En of je ook een onderzeeër kunt kopen, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik gewoon niet. Goed, laten we verder gaan. Oké, wow, 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 wacht even. Wacht even, wacht even. Dit hier, jongens, dit hier. Dit is een soort van, ja, volgens mij is dit iets dat een of andere basis dat vernietigd moet worden of zo. Ja, of het is een of andere basis van de crimineel of zo. Ik weet niet. It's supposed to be a potluck. Oh, wow, 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 wacht even. Hier waren ze in zo'n ruimte. Ik zie hier ook IEA staan. Oké. Okay. Ja, dus dat is eigenlijk ook een soort van planning room. Slash, ja, ik zie hier ook Agent 14 lopen. Ja, zoiets denk ik. Ja. Oké. Okay. Ja, hier komen dus eigenlijk... het vorige. Daar komen dus eigenlijk... uit op nieuwe missies eigenlijk. En dan hadden we hier hadden we eigenlijk, dit was het volgende shot, ja. En dan hebben we hier nog een nieuwe helikopter met flinke turns. En dan hebben we hier nog een of andere tanks. Ja, wacht even, heel even iets terug. Nee, nog iets terug. Ja. Dit is dan een of andere nieuwe tank eigenlijk. Ja. Dat eigenlijk. Oké, we gaan de trailer even verder bekijken. Say hello, Clifford. Oké. Dit is waarschijnlijk een of ander signaal en waarschijnlijk ook een of andere, nou ja, ruimte, zeg maar. Maar voor de rest... kan ik eigenlijk niet. Ja, dan zullen we toch even moeten wachten op aankomende dinsdag. Want dat kan ik niet precies zeggen. Nou ja. Wat het inhoudt, zeg maar. Even kijken. Oké, dit zijn waarschijnlijk nieuwe outfits of zo die je kunt doen. En nieuwe raketten of zo. Geen idee. Oké, dit is dus dat signaal waarbij wat verteld wordt door deze man. Oké, dit zijn dus die nieuwe raketten die we in een van de volgende shots ook al terugzagen. Oké. En dan... En dan hebben we nog dit, dus ja. Dit is dus eigenlijk de hele update. Grand Theft Auto Online, de Doomsday Heist. Hij komt december de 12e. Oftewel, ja, 12 december komt hij uit. Dus aankomende dinsdag. En dan, leeftijdsadvies. Hij is in ieder geval... de update is in ieder geval beschikbaar op PlayStation 4, Xbox One en op PC. Het is natuurlijk gemaakt door Rockstar Games. Shoutout naar jullie. Want jullie maken super gave updates voor ons. Ik heb het spel natuurlijk op Xbox One en op PC. Ik ga wel op één apparaat ga ik de update kopen. En ik denk dat PC is, want ja, PC gamen vind ik persoonlijk leuker, jongens. Maar wij gaan deze update. Ja, dat is voor de rest dus nog dat muziekje.
ja, is het eigenlijk, ja, dit was hem dan eigenlijk wel weer. Ja, Rockstar Games nogmaals, shout out naar jullie. Maar goed, ja. Wat doe ik nu? Wat doe ik nu? Goed, ja jongens, we gaan de update dus aankomende dinsdag. Ga ik hem checken op de PC. Ik weet nog niet of ik dat ga opnemen. Maar ik ga er sowieso nog een video over maken. En dan ga ik jullie alles laten zien als het eenmaal uit is. En ja, ik kan niet alles kopen. Omdat, ja, ik wil niet te veel geld uitgeven aan Sharkcards. Maar, ja, ik denk dat ik er gewoon een van 3 miljoen koop. En ja, dan laat ik jullie wel de belangrijkste dingen zien. Dus, ja jongens, wij gaan de update dinsdag dus hem, nou ja, spelen op de PC. En ja jongens, dit was dan eigenlijk wel weer mijn video. Nou jongens, dus ik heb jullie verteld wat ik denk dat de nieuwe updates ons gaat brengen. Wat denken jullie? Laat het even weten hieronder in de reacties. En ja jongens, dan was dit eigenlijk wel weer mijn video. Nou, als je deze video leuk vond, like het dan als mijn kanaal je leuk lijkt. Abonneer dan hieronder, check nog even mijn website, Instagram en natuurlijk Gamer hieronder in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer in mijn volgende video. Later!